De aanwezigheid van Suriname bij de uitvaartceremonie van Fidel Castro in Havana, Cuba, was een must. We hebben gezamenlijk als wereld een belangrijke bladzijde van de wereldgeschiedenis omgeslagen. De grote Fidel Castro is ons voorgegaan. President Desi Bouterse gisteren na aankomst uit Cuba. Volgens het staatshoofd was de belangrijkheid van Castro heel significant. Hij was naar zeggen van de president een symbool van strijd, oprechtheid, willen strijden voor onafhankelijkheid en soevereiniteit en strijden voor de ondersteuning van kleine staten. Suriname heeft als jonge natie er alles aan gedaan om daar aanwezig te zijn, om tot uitdrukking te brengen de appreciatie voor wat deze grote man heeft gedaan voor de wereld in zijn algemeenheid en voor Suriname in het bijzonder, zei president Bouterse. U weet dat lange tijd nog steeds Cuba onder een enorme boycott leeft, zo'n 90, 95 mijl verwijderd van de Verenigde Staten, grootste economie van de wereld, met een enorme pressie. En het is toch wel deze grote man gelukt om zijn volk zodanig te voeden en op te voeden dat zij respect afdwingen van de wereld. President Bouterse herhaalt dat hij er alles aan heeft gedaan om ook in Havana aanwezig te kunnen zijn. Maar vanwege de financieel-economische situatie in het land had hij bijna niet kunnen bevestigen of Suriname wel of niet zou kunnen participeren. Gezien de enorme kosten die aan deze reis verbonden zijn. Gelukkig heeft Suriname veel vrienden en heeft Venezuela, die vond dat Suriname erbij moest zijn, een privéjet gestuurd voor de Surinaamse delegatie. President Bouterse noemde de ceremonie heel emotioneel. Maar een stuk verbondenheid, een stuk vastberadenheid, dat was gewoon hartverwarmend. We zaten gisteravond op het plein met rond de 1 miljoen mensen en het was een en al gescandeerd over Fidel en ook een aantal keren over Chavez. Je soy Fidel, je soy Fidel, je bent er niet meer, maar de strijd gaat door. We gaan door met wat hij ons geleerd heeft, enzovoorts, enzovoorts. Het was heel, heel, heel emotioneel. En alleen maar het blote feit dat, ja, eigenlijk ben ik bij 79, ben ik de tel kwijtgeraakt ten aanzien van staatshoofden die daar aanwezig waren en iedereen zat te dringen om alles het 5 minuten iets te zeggen. Het was geweldig en men heeft het gewaardeerd dat Suriname daar aanwezig was. President Bouterse, die ook memoreerde dat Suriname sinds de jaren 80 studenten heeft die in Cuba hebben gestudeerd. De huidige minister van Financiën heeft ook in Cuba gestudeerd, evenals die van Volksgezondheid en LVV. Aldus president Bouterse op de Johan Adolf Pengel luchthaven na aankomst uit Havana, Cuba.